De beklaagde geeft toe dat hij de 3 slachtoffers gemarteld en vermoord heeft en dan naar Spanje is gevlucht om de politie te ontlopen. Daarom vraag ik u, edelachtbare, om deze beklaagde te straffen met 20 jaar effectief. Straffen. Wow. Hey, laat ons kalm blijven. Ik denk dat de jongeman meer gebaat is met een beetje opvolging. Hè? We zijn tenslotte allemaal een product van onze opvoedingen. Ah ja, hij is trouwens naar Spanje gevlucht per vliegtuig. Monster! Vervuiler! Ik verklaar u schuldig voor de moord op moeder aarde. Bon, ik ga hier niet mee doen met het vingertje van vadertje staat, hè. Meneer produceert en verkoopt zijn eigen product. Kunnen we nu eindelijk ophouden met het boycotten van de kleine zelfstandigen, alsjeblieft? Onschuldig. En om voornoemde redenen verklaar ik u schuldig aan het illegaal bezitten van... bezit. 3 maanden gulag en een geldboete. Oh. Ja, meneer de beklaagde. Maar wie is er echt schuldig? Ja, ik ben de dader, hè. Dus ik heb die vrouw aangereden en vluchtmisdrijf gepleegd. Meneer, ik weet dat u bekend heeft, hè. Maar ik vraag u om een keer deftig na te denken. Wie is er de echte schuldige? Het jarenlang wanbeleid van de Sossen. Bingo. De Sossen verliezen hun burgerrechten tot en met 14 oktober. En daarom, meneer de rechter, wil ik graag voorstellen... Rechter. Ik zou veel liever hebben dat u mij aanspreekt met centraler. Wij zijn nog steeds de Centrale Volkspartij, hè? En ik verklaar de heer Van de Velde schuldig aan alle aanklachten. Excuseer, meneer de rechter. Ik ben advocaat en niet de beschuldigde. Het interesseert mij niet. Levenslang contactverbod met Vlaamse grond. En geef die geplikte toga ook maar terug. Waar is de rechter? En als wij aan dit tempo zaken moeten blijven afhandelen en dan nog altijd niet erkend worden als zwaar beroep, dan hebben wij geen andere keuze, confrater, dan collectief het werk neer te leggen. Het is goed om nog maar voort, vuile werkwilligen!